Ik vind dat dit wel tof, dat dit, dit blijft wel goed, dat vind ik wel tof. Ik ben net zo zenuwachtig als jij, ja. De mannen onder elkaar. Maar ik heb thuis ook, ik wil graag, heel graag naar huis. Ja, dat snap dus ik niet meer. Ik ga niet jou in de weg zitten. Nee, dat snap ik. Met het risico. Ja? Ja. Oké, okay. En ik ben blij dat je ook wilt dat ik vanavond naar huis ga. We moeten zorgen dat jij dit, ja, dit is met een reden gedaan. Tuurlijk, ja. Ik hoop dat u, zou u daar willen zitten dan, straks als ik moet beginnen? Ik beloof dat het hier wel gebeuren, maar het ziet er anders als ik hier in mijn eentje zit, dan kan hetzelfde geld, ze staan waarschijnlijk al buiten. Voor hetzelfde geld, dat leggen ze wat, zeg maar, de dingen die gezegd gaan worden, die, dat zijn wel hele grote wereldzaken. Ja. Wij zijn zeg maar ingehuurd door inlichtingendiensten en daar hebben wij zaken vernomen die de huidige samenleving in twijfel trekken. Mm-hmm. En die gaan we nu naar buiten brengen. Mm-hmm. Dus daarom zei ik al, zulke kwade mensen zijn er ook weer niet. Mm-hmm. Want wij doen dit ook voor de gewone burger. Maar daarom is het mogelijk dat mensen van bovenaf tegen, weet ik veel, wie hier buiten staan, zeggen van ja, maak hem maar af. Dit mag niemand horen. Mm-hmm. En als ik hier in mijn eentje zit, dan is het de kans groot dat ze denken, we stormen gewoon naar binnen en schieten hem. Dat doe ze even nu. Ja. Ik weet niet. En ik neem aan dat de regisseur. Ik hoop alleen wel dat je mij, als zit hij daar. Ik beloof dat we kunnen de hand opschudden. Snap je dat jij niet in het proces mij meeneemt? Nee, zeker niet. Maar ik zou het fijn vinden als het toch hier blijft, dan is de kans kleiner dat ze zo'n actie ondernemen. Op zo'n manier. Okay. Ja. Verder, als mijn speech klaar is, dan laat ik u gewoon gaan en dan. Maar als je speech klaar is, ja, dan ga je met mij mee naar buiten, denk ik. Nou, ik denk dat ik laat u wel eerder. Ik laat mij dan misschien hier wel inrekenen of zo, kijken hoe. Ja, oké, maar. Dan laat ik u naar buiten gaan. Oké. Okay. Je mag gewoon naar buiten dan. Maar ik vind dit te lang duren. Kunt u mij horen? Je hebt wel een live mic. Ja, maar is er geen contact? Dit vind ik te lang duren. Ja, daar zit ook iemand regie? Nou ja, jij hebt het gehoord net als ik, ja, dat de microfoon het doet. Ja, de microfoon doet het, maar ik moet weten dat we live op televisie zijn. En ik krijg ook nog niks binnen van. Maar goed, jij kan alleen hun horen. Ja. Zij kunnen niet jou horen. Ja. Snap je? Want je staat nu wel hier met een microfoon, ja, en een camera en hij staat op rood. Dus je ziet dat je bent in beeld, dat is ook een beeld dat naar buiten gaat, zeg maar. Ja, maar hoe weet ik dat dit op de televisie staat? Ja, precies. Snap je? Dat moet jij weer vernemen van die andere, ja, mensen. Zij kunnen dus. Maar daarnet hoorde ik, microfoon doet het of zo. Maar daar is de politie al. Ja, ze gaan. Ik hoop het van harte. Mag ik naar buiten lopen? Straks, ja. Als de speech is gedaan. Wat gaat u doen? Ja, politie, laat het water vallen! Laat het water vallen! Laat vallen! Laat vallen, hè? Ik laat het vallen, ik heb het laten vallen. Kieren! Ik heb het laten vallen. Kieren! Kieren! Oké, even tijd, rust. Op je buik. Arm is vrij. Okay. Mijn autoverdachte beweging wordt onmiddellijk geschoten, heb je dat begrepen? Ja. Oké, even contact meldkamer, situatie onder controle. Even dag aangaan. Situatie onder controle, even dag aangaan.